Welkom op het zonovergoten Zuidersportpark in Sneek voor de allereerste thuiswedstrijd in 2015 in de topklasse. ONS Bozo Sneek ontvangt vandaag koploper Kozakken Boys uit Werkendam. Waar de bezoekers op trainingskamp zijn geweest in Spanje, was er voor ONS Bozo Sneek een trainingskamp op de Veluwe. Daar werd met 0-11 gewonnen van SC Elburg. Daarnaast werd er geoefend tegen Drachtster Boys, dat eindigde in een gelijkspel, en verloren werd er van de week van Sneek Wit Zwart, Bozo Sneek. De koploper dus, op bezoek hier in Sneek. Eerder dit seizoen verloor ONS Bozo Sneek in Werkendam van Kozakken Boys. We gaan gauw naar Bert Hollander om te kijken wat zijn strijdplan is voor vandaag en hoe ze Kozakken Boys kunnen verslaan. Er is een ploeg met jong en oud, heel veel ervaring, een paar topspitsen erin. Ja, hele goede voorhoede met Powell en die buitenspelers. Nou, ja. Dus daar moet je tegen wapenen. Ja, het is zo dat we dat gaan proberen en we moeten ervoor strijden en dat wordt heel belangrijk. Dan kijk ik naar jouw ploeg. Jullie hebben 3 oefenwedstrijden gespeeld. Ben je er tevreden over de resultaten? Nou ja, op zich hebben we een goede voorbereiding gehad, hè, met wisselende resultaten. En die resultaten die zijn niet altijd even belangrijk, maar het is zaak om fit te worden voor deze wedstrijd. En afgelopen donderdag misten we eigenlijk alleen Aren Wim van der Zee nog. Nou, en dat ziet er vandaag weer heel anders uit, want er zijn een paar meer bijgekomen. We hebben Keurt op de bank, die is niet helemaal fit. Die zou wel kunnen invallen, maar niet fit. Alle de Boer is afgevallen. Rijn is ziek geweest van de week en Martijn moeten we ook nog aan wachten. Dus wat dat betreft dan even kijken hoe het erop komt te staan. Voor het eerst in 2015 komen de spelers van ONS Bozo Sneek het veld op het Zuidersportpark. Dat doen ze samen met het arbitrale trio en natuurlijk de spelers van Kozakken Boys. Kozakken Boys is de koploper. ONS Bozo Sneek staat op dit moment 11e. En de Sneekers zullen hun huid duur gaan verkopen natuurlijk en niet zomaar verliezen. Bert Hollander heeft de volgende 11 spelers opgesteld. Op goal staat Ivan Landlust. Achterin staan Gustavo van der Veen, Chris de Wacht, Arnold Hedder en Klaas de Vries. Op het middenveld spelen Jacob Noopmans, Harvey de Boer en Danny Kamstra. En voorin is het de beurt aan Renko van Eken, Sisse Kerkstra en Martijn Rozenburg. Bert Hollander in gesprek met Leo de Wacht. Zij zullen ook benieuwd zijn wat deze wedstrijd gaat brengen. Scheidsrechter Schaper gaat zo meteen fluiten voor het begin van de eerste helft. ONS Bozo Sneek tegen Kozakken Boys. ONS Bozo Sneek heeft afgetrapt. En de bal is bij Arnold Hedder. Opent op de linkerkant naar Klaas de Vries. Kamstra. En Van Eken. Doet dat aardig, is dan langs. Nog altijd Van Eken. Zet voor. Niet bij Kerkstra. Ook Noormans kan er niet bij. En dan kan Kozakken Boys gaan aanvallen met Powell. Powell met een vuurpijl naar voren. Daar kan Gary niet bij. Nu even balbezit voor ONS Bozo Sneek. Noordmans. Van Eken. Door op Noordmans. De Vries. Zoeken naar Kerkstra. Daar komt ook Hoge door. En die heeft hem. Van der Veen. De Wacht. Ook snel balverlies, El Kayati. Opening op links naar Basoski. Heeft Van der Veen bij zich. Speelt hem fraai uit, Basoski. Komt de voorzet. Op het hoofd van Powell. En de Wacht kan weghalen. Terwijl de scheidsrechter de muur op afstand zet. Zit afwachten wie hem gaat nemen. Het is een mooie plek. Het wordt de Wacht. En die gaat er net niet in. Goede reactie ook van de doelman van Kozakken Boys. Maar het werd dus Chris de Wacht met links. Stout. Johan de Boer. Slim duwtje. Maar daar is El Kayati nog met het schot. En dan zit hij er ook gelijk in. De nummer 20 van Kozakken Boys. Schiet de Werkendammers op een 0-1 voorsprong. Of het terecht is, valt te betwisten. 38e minuut. Maar het staat 0-1. En dat is dan 0-1. In de korte hoek geschoten. Landlus kansloos. Nasser El Kayati. En zo'n 8 minuten voorrust pakt Kozakken Boys de leiding. El Kayati wordt daar vastgehouden, maar hij heeft de bal ook nog. El Kayati. Nog altijd de doelpuntenmaker.
Dan komt die bal daarbij. Bazoski. En die staat helemaal vrij. En schiet beheerst 0-2 binnen in de 42e minuut. En dat is toch wel heel zuur. ONS Bozensneek voetbalde helemaal niet verkeerd. Maar kijkt zowel op slag voor rust naar een 0-2 achterstand. Van Eken. Aardige voorzet. Kerkstra. Gaat net over. De eerste kans in de tweede helft is voor ONS Bozensneek. Bal gaat omhoog. Tegen Kamstra aan. Harvey de Boer dan. Zijsland gaat net naast. Van der Veen. Heel mooi hoogstandje van der Veen. Eerlijk is eerlijk. Komt er ook een kans uit. Ogen doen. Stout. Nagari. Stout. Welkom bij de tweede paal bij Paul. En hij mist maar net het doel. Grote kans voor Barry Paul. Ruiter ligt op rechts bij Stout. Dat is gezien. Daar komt hij, Stout. Hier is Mabilek. El Kayati. En dan is het raak. 0-3 in de 71ste minuut. Focus Soccer Boys. Enorm veel ruimte achterin bij ONS Bozensneek. En El Kayati straft het af. Maakt zijn tweede van de middag. Het zou lijken de drie punten nu toch zeker naar Werkendam mee te gaan. Gari. Lukoki voor het eerst. En ook een aardig schot van Lukoki. Niet ongevaarlijk. Gari. Lukoki. Pollemans. Okayati. Okayati, redding van Andlus is goed. Maar dan staat er nog Iro Masbilek. En dan is het 0-4. Gaat dan hard met de goals. De reactie van Landlust was goed. Maar helaas was er dan nog Iriel Masbilek. Nee, de scheidsrechter fluit af voor het einde van de wedstrijd. De drie punten gaan mee met Kozakke Boys naar Werkendam. Met Hollander zojuist met 0-4 verloren van Kozakke Boys. Was het een kansloze nederlaag? Nou, tot de eerste 37e minuut niet, want wij konden redelijk goed mee. We hadden goed staan en zij hadden veel meer balbezit, maar wij konden wel bijhouden, gaan we niks weg. Ja, en dan in dat moment krijgen wij een vrije trap en die werken hun weg. En in de omschakeling dan valt die 1-0. Ja, en tot overmaat van ramp dan valt een paar minuten later de 2-0. En dat is doodzonde en die valt uit een moment dat Klaassen net af is en Roelof is ingevallen. En dan gaat het ook in de omschakeling mis. Ja, ze zijn gewoon goed. Op elke positie hebben ze gewoon een goede speler staan. En misschien wel over het algemeen meer kwaliteit dan ons op elke plek. Daarnaast hebben ze nog een bank die ook nog wel aardig wat kan, zeg maar. Dus nee, we hadden gewoon niks te vertellen in die zin. Het is jammer. Zonde natuurlijk, want tegen zo'n plug stunt is natuurlijk fantastisch. Maar ja, hier hoeven we ook geen punten van te hebben, van te halen. Dus het is doorgaan, volgende week trainen en volgende week Capelle volgens mij. Klopt. Nou, die moeten we dan maar pakken. Ja. Ondanks de nederlaag is de sfeer nog wel goed in het team. Ja, maar dat is altijd wel bij ons, joh. Je hebt er altijd een paar bij die altijd wel de boel opschrijven. Nee, dus dat is allemaal nog wel prima, natuurlijk. En iedereen die wil ook nog steeds doorgaan en die gaat ook nog steeds over. Alleen ja, vandaag konden we het niet brengen.